Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met Chef Voetbal, Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedee. Hele goede dag, welkom bij de, de boekenclub. Ja, Hè? zeker. Wat ja. heb je meegenomen? Ik, Welk boek wil je bespreken? Ja. Ik ben uh, lid geworden van de bibliotheek in Ilpen. Ja. <laughs> Hebben die veel boeken dan? Ja. Oké. Okay. Dat is wel vaak in de bibliotheek dat daar. Nou ja, ja God te denken. we ja, hebben ze een uh, bibliotheek, kun je beter vragen. Eindhoven. <laughs> Zeker. He? Ja, die hebben we. Nee, als je thuis zullen zien. Nee, maar dit is uh, als je een weekje vakantie neemt en oh, iedereen ja, wil ja, heel graag boeken. graag boeken sturen. Echt waar? Altijd leuk om een paar sportboeken mee te nemen. Dus we hebben hier 90 minuten oorlog, de explosieve mix van politiek en het WK voetbal, uitstekend boek over de impact van het voetbal, Ponsou. Ja. Zie je staan. En ja, Raditsch, uh, ultieme prof. De, vooral deze moet je even noemen. Ik vind producer Hein een uh, mooi boek natuurlijk. Hè? Collega uh, Sander Selderijk van Ajax Live. Of de SVA, supportersvereniging Amsterdam ja. Ajax. Die heeft het boek geschreven en had het keurig... Uh, voor me klaargelegd bij de persconferentie waar ik niet was, dus faanter heeft het meegedaan. Maar niet, niet specifiek op deze boeken, maar lees jij ze dan ook allemaal? Ik kijk alleen plaatjes. Ja, nee, want ik, ik werd werk door Remon Mens... Er staan niet veel plaatjes in. Ik heb er nee. even gekeken, er stond een stuk of vier plaatjes maar in. Het boek van Tadi. Ik er er nee. een beetje tegen. Ik had uh, Remon Mens... Uh, ik doe hem snel uit. Remon Mens die, uh, die appt nog deze week. Die heeft ook een boek. Die amerika deskundige die bij FI uh, zit, heeft ook een boek ja. geschreven dan over. De pers en Amerika. Nou, dat is dan aan zich nog wel een interessant thema. Maar ja, al die boeken die je dan krijgt van collega's, dat zijn er zoveel. Heerlijk, man. Allemaal, het er niet aan, maar allemaal, allemaal, allemaal neerleggen en meenemen op vakantie. Ja, want jij hebt vakantie. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, dat gaat even goed. Ja? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. Of je al bruin geworden was, was een van de vragen. Ik die Ik heb minder één dag op de zonnebank gelegen, dus redelijk, redelijk, redelijk bruin, denk ik. Of niet? Mm. Zie je dat op camera? Nee, dat gaat hartstikke goed. Goed, goed. slapen. Ook heel goed kunnen slapen. Ja, ja. Ja. Kan je het werk dan even van je afzetten? Ja. Dat gaat eigenlijk best goed. Ik lag uh, zondag op de bankje en toen zag ik opeens Alfred Schreuder exploderen. En dan, uh, ja, dan weet je het wel. Dus maandag gewoon podcast gedaan. Ja. En nu ook. Want, ja, dit wil ik niet missen: dit feestje elke week. Nee, het, is ook, het is ook te zien, hè? Ja, op ja. camera. Oh, ja. Die er echt over nadenkt. Maar dan zien we van die, van, die, van die beelden van Morning Walk uh, van Mike Verwij en die op een dam op je social media. Jezus man, wat hou je allemaal Die Kijk, als staat die ook aan, of niet? Nee die, ja, die stond gericht op 6 jaar Jonathan, maar die oh, is er nu. Nee niet. nee, want ik dacht van uh, volgens mij uh, staat er ook een camera op Heimel. die zit uh, naakt achter de knop. Uh, nou, dat is... schijnt inderdaad gebeurd te zijn hè. Die camera die kan denk ik zien dat Mike een tennisbal op zijn rug heeft. Een tennisbal op zijn rug? Kun je het nog niet? Nee? Oh. oh. wat is dat dan? Nou, nee, een beetje een bochel. Oh, nou ja zeg. Nou ja, dan dus we het over de inhoud hebben. Ja, hij oh, heeft inderdaad een YouTube filmpje opgenomen, geloof ik. Dat ging over heaters op het terras en dan heeft hij de ene Moment nog kleren aan en het moment daarna heeft hij uh, de kleren uitgetrokken, alles voor de kijkcijfers zullen we maar zeggen van het en jij was bij de persco van Ajax, ja, ja, uh, ja. Ik, ik ga even kijken, want er staat hier iets, nou ja, ja. Ik was bij de persconferentie van Ajax, bij wel. Ik weet niet welke je bedoelt, die van de laatste zondag. van, uh, van, uh, van zondag deze van vrijdag Seule, of uh, die van vrijdag van zeuden, ja. Bij alle twee ben ik ja. uh, aanwezig ja. geweest, ja. ja. Ja, en... prima. Nou ja, hij uh, gaf natuurlijk aan dat hij het inderdaad uh, allemaal heel bewust heeft gedaan. En dat hij er vooraf met iemand over had gesproken. Mm -hmm. Dat hij wel uh, ja, even, even zijn hart wilde luchten en uh, wat mensen uh, en wat uh, organisaties wakker wilde schudden ja. en uh, de, de les wilde lezen. En uh. toch zijn er dan weer wat uitspraken waarvan je dan, als je gewoon als uh, voetballiefhebber of volger zit te kijken, denk van ja, als het gaat bijvoorbeeld over. Ja, de selectie was op een gegeven moment. Uh, uh, moest hij intact blijven. En toen gingen ook nog Martinez en Anthony weg. Toen dacht ik van ja, dat Martinez en Anthony kunnen vertrekken. Dat, dat, dat moet je misschien toch op anticiperen als club al. Zeker, maar wat er volgens mij bij Anthony is gebeurd. Er is Anthony een bonus in het vooruitzicht gesteld. Dat als hij nog een seizoen zou blijven. dan zou hij een aantal miljoen krijgen. Dat was echt een behoorlijk bedrag. Oh. Ik hoorde twee, ah, 2 à 2,5 miljoen euro. En daar leek hij wel mee akkoord te gaan. Dus iedereen ging er toch wel een beetje vanuit. hoe naïef misschien. Maar... Toch wel vanuit dat hij zou blijven. Ja. Alleen toen kwam het mega van United en toen kon, kon hij ook zien wat hij kon verdienen bij Manchester United. Ja, En toen wilde hij weg, want het was ook heel gek. Hij gaf in een interview aan, eigenlijk heel blij te zijn bij Ajax. Nou ja, dat verhaal heb je gelezen, denk ik, bij ons in de keuken. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam het nieuwe bod ja, en toen wilde hij per se weg. Toen heeft hij ook oorlog gemaakt, is hij niet meer gekomen. Dus er is wel een moment geweest bij Ajax dat ze echt hebben gehoopt dat hij nog één seizoen ervan vast zou plakken. Ja, ja, ik hoor het piepje van horloge van Valentijn... nog oh, even ja. afgaan ja. van uh, de Portugese dame. En hij zei op een gegeven moment ook van. Nou, ik lees natuurlijk niet uh, wat er over mij uh, geschreven wordt. Nee. Maar later bleek dat hij er donders goed van op de hoogte was. Hè? Ja, alles natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk ook uh, wat hem stoorde. Hè. Hij hebt het dan over zijn integriteit uh, die ter discussie werd gesteld. De integriteit van hem en van zijn zaakwaarnemer. En, va en dat hele gebeuren. En dat kwam natuurlijk uh, vanuit de media. Hè. Dat kwam vanuit de kranten. En, en ook vanuit de talkshows. Dus hij ziet en hij leest natuurlijk alles. En dat, dat, ik vind ook. Trainers die dat zeggen, ja, die, die zijn ook niet volledig met hun vak bezig. Mm. Je moet gewoon je op de hoogte houden van wat er uh, rond hun club leeft. En ze denken allemaal dat, dat het dan de mening is van uh, bijvoorbeeld een uh, Mike Verwij of iets dergelijks. Maar Mike Verwij zit daar gewoon als eigenlijk een Jan publiek. En die beoordeelt uh, wat daar gebeurt bij Ajax. En die, die schrijft op wat hij hoort, ziet. Ja, en, en daar moet je je toch wel van vergewissen, vind ik, als uh, trainer, coach van Ajax. Als jij je onneus bejegend voelt, het hoort misschien ook gewoon bij de hoge boom die je bent, ja, toch? Wat, jy, wat jij over ja. je heen krijgt, volgens mij. Uh, ja, ja. Dus ja, ik ook zit niet op Twitter. En, uh, ja, dat je leest het niet. Le ik lees het niet en het <laughs> maakt me ook niet uit en wat, nee. wat mensen ook zeggen. en uh, Ik zit ook niet op Facebook en ja, dat hoeft voor mij allemaal niet. En zolang dat ook niet verplicht wordt, vind ik het uh, allemaal prima. Alleen TikTok, dus. toch? TikTok wel. Ja. Nou, ik, ik ben ik overal wel een, uh, een account, maar ik kijk er nooit op. Nee. En ik, uh, maar wat, wat natuurlijk wel aan de hand was, is als het gaat over jouw column die jij schreef op deze vrijdag. Uh, met de strekking uh, Danny Blind is de baas bij Ajax. Nou, toen dat in de persconferentie aan bod kwam, werd dat ontkend door uh, Schreuder. Ja, nou, hij, onder, hij, zei, hij zei dat hij daar in ieder geval dat dat voor je... mij rekening was en dat hij niet dat gevoel had. En zo, daarom vroeg ik ook later, met wie heb jij dan allemaal contact? En ja, dan zei hij met uh, Klaas Junterlaan, met Gerry Amstra en met Edwin van der Saar. Mm -hmm. Maar uh, Alfred Schreuder weet donders goed. Eh, want daar is hij zelf bij geweest, dat Danny blind daar ook rondloopt. Uh, en de, dat er bepaalde presentaties zijn geweest waar Danny Blind ook bij aanwezig is. En dat als er uh, onderhandeld moet worden, daar, we, daar weet hij weinig van natuurlijk, want daar zit hij niet bij. Maar dan weet hij ook dat er uh, lijntjes uh, zijn met Danny Blind uh, uh, bij de onderhandelaars. Dus, en dat, op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Uh, ik vond het alleen niet zo slim van hem om dat op die manier uh, te zeggen. Nee. Maar Danny Blind is uh, officieel commissaris af nu. Uh, die is niet herbenoemd vorig jaar. Uh, omdat hij assistent is van Louis Vergaal bij, uh, bij het Nederlands Elftal. Alleen in hetzelfde persbericht. waarin dat werd aangekondigd. werd ook gesteld: van na het WK. is het de bedoeling dat Danny Blind terugkeert. in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Mm -hmm. En. Hij is technisch commissaris. Nu, op dit moment, is er geen technisch commissaris. Ze hebben ze alleen uh, Adrie Koster als adviseur van de RVC? Maar het is natuurlijk logisch dat Danny Blind denkt: van ja, ik ben hier anderhalf jaar niet, maar ik ben niet continu met het Nederlands bezig. Maar ik wil wel weten wat daar bij Ajax gebeurt. En ook die andere commissarissen die willen graag van Danny Blind weten: van, zijn we op de goede weg? Doen we de goede dingen? Uh, uh, springt niemand uit de band? Do doen we uh, als commissarissen er goed aan om bijvoorbeeld uh, de of te, uh, niet na te komen om een keeper te halen. Uh, van Champions ja. League-niveau. Nou ja, oké. Okay. Natuurlijk begrijp ik heel goed dat Danny Blind daarbij wordt. Uh, want Schreuder opvaard. had wel degelijk op vlaggoot Dimos gerekend. Ja, zeker. En daar heeft Danny Blind volgens mij een stokje voor gestoken. Zoals het ook heel lang heeft geduurd. voordat Wijndal kon komen. Want dat was op een gegeven moment van de baan. Ook omdat Danny Blind dat niet wilde. Ja, en je hoeft maar een zaakwaarnemer te spreken. En als er onderhandeld moest worden, dan ja, moest de huntelaar. En, uh, en Hamstraan die moesten naar de gang voor ruggespraak... en dan werd er gebeld met Danny Blind. Oh, ja? Als er zoveel geld bij moest voor de transfers... of zoveel salaris bij. En dat is ook logisch, omdat Gerry Hamstra en Huntelaar... natuurlijk niet de status hebben van een technisch directeur. Een Mark Overmars, die kon zelf beslissen. En die zei dan, commissaris, ze, ik wil dit en dit en dit. Maar het is niet de functie van Blind... Die, die moet, om, moet om je zo, zo dicht ja, nee, de dagelijks nee, nee, besluitvorming de nee, 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 te zetten. Zeker niet, als in een persbericht is aangegeven dat je afstand neemt. Maar ik, ik hoor ook wat Fantan zegt en denk ik terecht zegt: kijk, je kan niet afstand nemen en zeggen van nou laat de boel main ja, de boel. En in januari pak ik het wel weer op. Ook omdat hij tijd over heeft, benutten die natuurlijk ook om op de hoogte te blijven van wat er bij Ajax gebeurt. Ja. Dus ja, dat, dat vind ik op zich wel logisch. Het is niet onwenselijk. Nou ja, het hoort puur volgens de regels van uh, wat is dat corporate uh, good, good governance? Good governance ho hoort dat natuurlijk Zou niet? Zou het niet zo moeten zijn? Maar het is logisch dat het wel gebeurt. Mm. Maar Blind is maar hij? Ook, hij ja? heeft natuurlijk ook hij heeft eigenlijk geen functie. Hè? Dus in feite kan je hem daar overal voor inschakelen. Ja. Je kan hem ook al de ballen laten pompen uh, ja. uh, voor de training. Dat, dat kan ook. En dan, dan zeggen we er niks van. Dus, nee, ja, nee, nee, nee. Al, als, 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 als al die ballen lek zijn, dan weer wel ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar het, het verbaast me wel dat Scheuder dit zo expliciet zegt. Kijk, hij kan zeggen: van voor mijn gevoel. en ik heb te maken met. dat is allemaal leuk en aardig. Maar hij weet ook dat als Danny Blind in theater zat dan lagen onderhandelingen gewoon twee uur stil... omdat Danny niet te bereiken was. Oh, ja? En hun talaren in de hamschraal gewoon niet verder kon. Dus het was niet alleen de juridische afdeling die zorgde voor uh, vertraging? Nee, toen Danny in het theater zat, zorgde hij ook voor vertraging. Welke, welke voorstelling was dat, dat dan? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik, oh. niet meer. Oh. ik denk uh, de, de voorstelling de van uh, de elf... Ja, nu, nu, ik ga vanavond Allere ergens ding. heen en nee, ik weet niet oh, eens ja? waarheen. Ja, ik ga naar uh, Theater de Naald, die me trouwens vreselijk genaaid hebben. Oh, oh, oh. ik wel even. Nou, zeggen. we hadden die bijna bij in als uh, hoofdsponsor. Uh, bij, bij, bij ons in het dorp, ja. Nee, uh, de, ja, dan moeten we even opzoeken wat er precies is waar ik heen ga. Maar ja. uh, wij, wij werden uh, eigenlijk over de. Um, over de brug, nou, hoe noem je dat? Over de streep getrokken. Over de streep getrokken ja. Door de aanwezigheid van Marcel van Roosmalen. Van wie ja. ik een groot fan ben. Ja. En die had, had een theatershow. En die zou in de naald vanavond, 21 oktober. Uh, om kwart over acht, zou hij uh, daar achter de Présence geven. Ja. En daar nou worden we ineens met he een heel ander programma uh, geconfronteerd. Met Even ten Napel. Wat ik een uh, hele aardige vent vind. Ook al omdat hij. Oh, net... de onwaarschijnlijke elf. Daar ga je de onwaarschijnlijke elf. Wie, 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 wie uh, zit daarin dan? in die onwaarschijnlijke Ja, uh, Even ten Napel. Bakkerszoon, net zoals ik. Dus, ja. dus ik heb gezegd: Nou, daar ga ik dan toch kijken. Omdat even te Napel en Frank Heijnen. En oh ja. jij bent aan het kijken. Dus... Nee, Hij is aan het kijken en die speelt het door. Oh. Ik krijg dat nu binnen mijn naar nou, Heijnen. Kom op, want het zijn je voelt of... je dus echt genaaid door theater. Ja, aan naald. maar misschien echt... ga voor van, van Roosmalen. Hè? Maar die, die heeft afgezegd, misschien. Die... Ja, die kan wel afzeggen, maar dan moet de naald mij dat toch uh, communiceren. Dat de van Roosmalen. Roelof de Vries. Oh, die is wel leuk hoor. Meindert uh, Thoma. Ja. Ja, ja, dat zijn allemaal grote met namen, ik ken ze niet, maar even, even ten Apel die ken ik dan wel. Maar ja, met mijn vrouw ga ik. Met steetjes. Ja, mijn zoon die, die is afgehaakt. Zeg zeg, je zoek het maar lekker uit. <laughs> ja, ja, dat is ging ook ik wel. voor, uh, ja. voor Roosmalen. Ja. Want je zou gaan naar, uh, met, met Gijs Groenteman... Uh, dat weet ik niet. morse van Roosmalen werd aangekondigd okay. over het WK. Alternatief programma over het WK. En ah. iedereen kon, maar van Roosmalen komt niet. Nou goed, het Theater de Naald. Uh, als jullie dit horen, kom maar met de compensatie voor de heer Driesen. Ja. we hadden het natuurlijk over blind. Um... Hebben, ze hebben ook een nieuwe directeur of directrice, weet ik niet eens. Maar uh, ik denk. Maar Janne dat Janne dat van Leeuwens. <laughs> <Ja. laughs> In ieder geval maken ze er net zo'n puin van. Oh als God. Janne Verleven. Ja, oh, Blind? Bij de KNVB, is de directrice van de KNVB. Ja. Of heet dat dan de... directeur? Nee, dat ja, mag ook niet. Nee, dat is directeur, directeur, directeur. Ja, dan moeten we eigenlijk Marianne one van. Hij is altijd heel op, goed van op de Michael de op een schaal van 1 tot 10, hoe goed of slecht ligt, uh, ligt blind in den breedte bij, uh, bij Ajax? Poeh, uh, ja, 7. Want, ja, oké. Okay. Ja, zeven wel of zeven niet. Nou, 7, van de tien of van de honderd. Nee, en van de tien. Dat, dat is best hoog dan nog. Ja, ik denk omdat Danny toch altijd zo'n positie heeft binnen de club. dat een heleboel mensen hem wel zien zitten. in de zin van. met hem aanpappen is een ja, goede relatie met hem hebben. dat is een garantie voor een goed baantje in de toekomst. Ja. Dus ik, ik denk dat Danny op zich best goed ligt. Hij heeft natuurlijk ook een enorme staat van dienst als voetballer. Is in de gloriejaren, in de jaren negentig natuurlijk als aanvoerder, gigantisch belangrijk geweest. Alleen daarna moet je je wel heel openlijk afvragen wat hij allemaal heeft gepresteerd. Ja, maar ze zegt met hem uh, ja, aanpappen. Je, je zei, is, uh, is een garantie op een baantje in de toekomst. Dat is natuurlijk niet per se een aanbeveling, toch? Dan dat dat is of zo? Nou, dat ja, dat is niet per se iets positiefs, toch? Nee, nee. nee. Maar is, ik vind het uh, los van wel of geen kwaliteit, het is wel een echte ajaxiet. Ja, vind ik. Dus ja. ik, ik vind het heel goed dat uh, echte ajoxiden ook betrokken worden bij Ajax. Dat wel. Maar ja, wat Mike zegt, uh, ik, ik heb die column geschreven en wat je uh, krijgt is hele zwart-wit reacties. Niet van oh, nou wel aardig om te zien. Nee, of uh, op of uh, ja, natuurlijk uh, geweldige ajoxieten uh, binnenhalen. Ja, Mike, wil jij daar nog iets over, over zeggen? Ja, ik, ik, ik vind het heel jammer voor Dini dat hij na zeg maar zijn carrière, want dat, daar ben ik het helemaal met, met Vaan ten Eens. Het is een gigantische Ajax-hiet. En hij was ook echt wel een boegbeeld in de jaren 90 als aanvoerder. Ja, ik vind het jammer dat hij daarna in een heleboel functies... gewoon het niet gemaakt heeft. De hoofdopleiding heeft hij niet goed gedaan. Technisch directeur heeft hij niet goed gedaan. Als trainer zag je hem geloof ik binnen drie weken kaal en grijs worden. Dat ging ook niet goed. En als assistent heeft hij het wel goed gedaan. En als assistent-bondscoach... ja Louis van Gaal prijst hem ook elke keer de hemel in. Neemt hem ja. ook mee... Dus ik denk dat dat zijn rol is. En ik denk ook best dat hij een hele goede commissaris technische zaken kan zijn. Alleen dat is wel een functie op afstand en dan moet je het beleid controleren en ik denk dat het voetbal zo blijft trekken dat hij toch zijn eigen rol ja, misschien wat belangrijker maakt dan eigenlijk goed zou zijn voor de club. Hij ja. moet gewoon een hele goede directie neerzetten en ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat Ajax een, een knaller van een technisch directeur moet neerzetten. En als dat gebeurt, dan moet hij die controleren. Okay. En natuurlijk weet ik dan ook wel dat een commissaris ook af en toe aanschuift, en dat, er, ja, dat die afstand, directeur-controleur, dat die altijd wel een beetje verdroebelt. Maar dat zou wel de ideale situatie zijn, mm. denk ik. Dat hij gewoon echt op afstand gaat kijken of het goed gaat of niet. Ja. En als het niet goed gaat, moet hij ingrijpen. Want nu wordt hij natuurlijk ook nog in verband gebracht met die functie zelf. He, met technisch directeur, ja. en dat, dat is hij al geweest. Nou, dat is geen groot succes uh, geworden. Ja, dan denk ik, ja, dat, dat moet je niet willen. Maar Van der Sar die heeft, uh, gegeven, heeft aangegeven, nou, niet op hele korte termijn... maar wel op termijn komt er een technisch directeur. Nou, Danny Blind komt dan uh, na uh, 1 januari vrij... want dat is het WK achter de rug. Dus dan zeggen sommige mensen 1 en 1 is 2. En dat, dat zou kunnen, dat, ja. uh, dat weet ik niet. Maar dat lijkt me niet zo slim. Uh, ja, volgens mij was die reactie van Van der Sar last... Kijk, ik vind januari nog een redelijk korte termijn, dus dat is in ieder geval te overzien. En volgens mij heeft van de Sar gezegd omdat ze op dit moment geen geschikte kandidaat zien. Ja, ja. als je dan over danny blind heen ja. kijkt, dan ben je wel stekenblind. Ja, leuk ja. stekenblind. Maar uh, dan, dan had je hem natuurlijk wel. Naja, uh... lachsalvo. Sorry, ik vergeet ja. het lachsalvo ja. in te starten. Ja. <laughs> het was ook helemaal niet bedoeld. Uh, nee, beleefd. Het... Maar. Ik denk dat Van der Sar dan had gezegd van, nou, we zien een geweldige kandidaat, maar ja. daar moeten we even op wachten. Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik denk als Klaas Jan Huntelaar zich zo zou ontwikkelen, dat hij daarvoor in aanmerking zou komen. Dat idee kreeg ik ook een beetje van, we geven hem de kansen. Stel je voor dat hij het heel goed doet, dan gaan we misschien wel met hem door. Want Mark Overmars is natuurlijk ook, ook ja. ooit een keer begonnen. Ja. Ja. Maar ja. die had wel goeie ervaring Eagles, uh, natuurlijk. Uh, zich, uh, Laten we naar uh, de stellingen uh, gaan. Uh, van Nistelrooy heeft gelijk. De sky is the limit voor Xavier Simons. Eens. Eens. Frenkie de Jong inmiddels beter dan uh, Beskets. Eens. Eens. Terecht dat de KNVB de nieuwe Love actie in november schrapt. Oneens. Wat een belachelijke stelling. Nou, scherp neerzetten, hè? Oneens. Ah, de Kazakkenboys en de Treffers, die zouden we eens ver kunnen komen in de beker. Uh, 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 ja, eens. Oneens. Tuurlijk niet, man. Oh. En het is een foute keuze van Ten Hag om Cristiano Ronaldo uit de selectie te zetten. Eens. Oneens. Zullen we daar maar meteen, meteen even op doorgaan? Dan doen we even de Ten Hag Jingle. Waarvan overigens een luisteraar zei, kan die niet wat langer? Ja. Maar goed, we doen nog even deze. Daar krijg ook heel veel hey. die wil I ons natuurlijk like niet well. well. horen. Uh, I feel welcome. Dit yeah, is mijn home. We give to, to easy also way. It ain't over the, uh, till, till it's over. Wie is Chrissy? Hey? Ja, nou weet ik dat er wel nog een langere versie uh, circuleert ergens uh, in computers. Wie weet nog voor de volgende keer. Het is wel uh, heel bijzonder als je een voetballer van die statuur als Cristiano Ronaldo, een van de grootste voetballers aller tijden, gewoon uit de selectie uh, kukelt, Mike. Ja, maar dit was natuurlijk de kans waar Ten Haag op wacht. Dit is het moment om even je piketpalen te slaan en je gezag te tonen. Ja. En laten zien dat iedereen gelijk is. En dat zelfs Cristiano Ronaldo... Nou ja, ik, ik kan die Ten Hag bingo nog een keer helemaal invullen. <laughs> maar een, een van de dingen was altijd... Niemand is groter dan de selectie. Zelfs niet groter dan nee. de, de club. Dus ja, weet je... Ook Ronaldo is niet groter dan Manchester United. Dus ik snap wel heel goed dat Ten Hag dit doet. En... Hier heeft hij heel veel bonuspunten mee gescoord. Het was ook wel qua timing wel lekker als je 2-0 van Tottenham wint en echt je beste wedstrijd van het seizoen speelt. Ja, wat, ja. Dat, wat dat gaat, was met Schreuder natuurlijk ook. Die wint met 7-1. Ja, dan kan je losgaan. Ja. Eh, als je met 3-1 verliest of met 4-2. Dan eh, zegt hij Ram, speelt Ronaldo niet. Eh, ja, onder andere. Maar ik vond, ik vond het aan de andere kant ook wel een beetje heel goedkoop. Hè. We zitten geloof ik vier wedstrijden voor het WK. Dan wacht je, wacht je hem gewoon en dan accepteer je sommige dingen. En dan zeg je gewoon in de transferwindow: nemen we gewoon afscheid van elkaar. En op, de, op deze manier ga je ook niet met zo'n uh, zo speler om. Dus ik, ik vond het ook wel een beetje goedkoop. Maar wat, wat... Uh, en natuurlijk heeft Ten Hag... Het Niet alleen gedaan, hij heeft daarvoor toestemming gekregen, natuurlijk, van de, de, de directie van Manchester United. Want je doet namelijk nogal wat. Hè? Want dit is natuurlijk wel de grote eye-catcher van, van deze hele selectie en die vertegenwoordigt een enorme waarde, ook commercieel. Uh, en daar had vergaan, natuurlijk, voor een gedeelte had hij daar wel gelijk in dat het natuurlijk ook een commerciële club is en daar moet je ook. Ja. Dan op dat moment rekening mee houden, hebben ze niet gedaan. Maar ik vond het ook wel een beetje goedkoop. Nou, jij vindt met ja? wat, wat was het alternatief hè, voor Den Haag? Weet je, accepteer je dit en laat je hem de volgende dag gewoon weer meetrainen? Ja, nou, nou, nou ja. Staat er gewoon in, een, uh, dan staat er in alle Engelse kranten van deze trainer laat compleet over zich heen lopen. Nou, Die je accepteert ja, accepteert gewoon, uh, we hebben een goed gesprek gevoerd. En als het nog één keer voorkomt, dan. Uh, maar dat dan was al een keer dan het was al een keer ja, gebeurd. Het was, was al een keer gebeurd. Ja, nou, dan als ja. het dan nog een keer gebeurd. maar ja. kijk, we zitten vlak voor het WK. Dus uh, kijk, je moet wel afscheid nemen na het WK van, uh, van Ronaldo. Dat lijkt, dat lijkt me wel uh, duidelijk. En daar zal Manchester United alles voor moeten inzetten. En dat gaat misschien een hele hoop geld kosten. Ja. Ja, maar maar dat, dat... dat moet je wel doen. Maar in principe is het natuurlijk de fout is gemaakt aan de voorkant. Op het moment dat de selectie werd samengesteld. Door, door Ronaldo überhaupt te behouden. Ja, ja want je weet natuurlijk uh, wat er uh, zou kunnen gebeuren en dat gebeurt nu ook. Ja. En dat gaat oh, ja, nou, hij is één minuut eerder weggelopen. Nou, nou, nou. Ja. Maar moet je hem drie keer laten warmlopen of twee keer laten warmlopen en dan niet in, inbrengen? Moet dat de, dat dan deed de nacht bij Ajax natuurlijk ook volgens mij al. Hè? Dat lange in laten lopen en dan uh, nog ja. twee minuten later. Wat er niet ja. ook bij Ajax wel eens gedoe nou, daar, over? daar is heel veel gedonder over geweest. Dat is namelijk de laatste wedstrijd geweest van Amin Younes. Die vertikt het ook om in te vallen. Oh. En uh, dat was het ja. einde verhaal. En dan zat hij op een iets ander punt in zijn carrière dan Cristiano Ronaldo. Hij was ook iets minder goed. Maar uh, ja, dan is het wel het einde verhaal. Ja. Dat is het voor Ronaldo natuurlijk normaal gesproken. Ja, je ziet wel dat uh, Manchester United zonder Ronaldo lijkt het lekker te draaien. Hè? Met die snelheid van uh, Sancho, Rashford, uh, Anthony natuurlijk. Ze ja, speelden een geweldige eerste helft. En uh, ik moet zeggen, van, uh, er werd natuurlijk heel lachen gedaan toen hij zei van... Uh, ja, ooit kunnen wij ook wel in de buurt van Manchester City komen. En zo. Nou, dat, dat, het was geen Manchester City voetbal, maar het was wel heel dominant aanvallend voetbal in een heel hoog tempo. En sommigen ja. konden het tempo niet aan. En dan, dan zag je ook wel fouten. Maar het was echt geweldig de eerste helft zoals ze keer gingen. En ja, ze, ze gaven tegenstander echt geen, geen millimeter ruimte om, om wat te betekenen daar. Nee, 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 dus die staat er lekker op in ieder geval voorlopig dan ten hoog. Want het kan bij de volgende wedstrijd ja, natuurlijk weer, weer anders zijn. Ja, het ze gewoon 0-0 geloof ik tegen Southampton yep. uh... of... Newcastle. Newcastle was het jaar. Ja. Die overigens ook best wel goed draaien dit seizoen. Nou zesde. Dus wat dat betreft is met Sven Botman. Met de die ook was. En Botman. je hebt natuurlijk Franse geen selectie ma zit. Geen makkelijke wedstrijden hè, in de Premier League. Nee. Zo, is ook, hè. Ja. Zo is het ook. Ja, Newcastle thuis. onoverkomelijk. Nou, Donny van der Beek niet bij de voorselectie van het uh, Nederlands elftal. Hij heeft de, de eerste 39 niet gehaald. Dat blijft natuurlijk zonde hè, als je kijkt hoe zijn carrière ja, zich is de laatste nou laatste al heel heeft ook. ik dus, uh, ja. Ook niet verwacht. Wat, wat vond jij het meest opvallende aan die voorselectie? Uh, ja, ik, ik vind Mick, Mickey van de Ven, Bakker, ja, dat zijn natuurlijk wel opmerkelijke namen. Dat zijn mm. jongens die er nog nooit bij gezeten hebben. Maar op zich is dit een volkomen logische keuze. Want iemand die in de definitieve selectie komt, die moet ook op deze lijst hebben gestaan. En je weet natuurlijk nooit wat er de laatste weken gebeurt. Raken <kuggen> basisspelers of vaste selectieleden geblesseerd, dan moet je kunnen teruggrijpen op, uh, op iets mindere goden. Je kan niet nog iemand van buiten deze lijst er later invoegen. Nee, dat schijnt niet kunnen. Oké, en 11 november hadden we het over. Dan wordt het definitieve selectie. Is de dag dat. Ja. Maar lig je? Ja. Is dat ook niet de carnaval? De macht, Toch? 11, de 11e van de 11e. je dat. Ja, ja, dat deed ik altijd met de kinderen. Met lampionnetjes en zo. Zo leuk was dat. Was zo leuk. We hadden de ommetjes die deur open en zo. Ja, toen deze deur, er deur er nog open zonder beroofd er. te worden. Wat zei je toen? Deze deur nog open zonder beroofd te worden. Ah, ah, dan werden we wel beroofd van uh, snoep. Natuurlijk, zie je de, de goede oude tijd. Toen ja. je nog een touwtje door je, <laughs> Just, door je ja. brievenbus ja. kon hebben. Ja. En wat had je een hekel aan de mensen die dan een appel gaven? Nou ja, ja, mandarijntje. Ja, mandarijntje, ja, <laughs> <Smeer>. <laughs> maar ook, ook wel een verschrompeld man. Ja, dat die zijn de vieste met pitten erin, maar um, geen wijndal hè. En geen Hatenboer, dat zijn dan geen Geertruida? dat zijn dan nog opvallende namen, denk ik? Ja, dat zijn opvallende afvallers. Geen en wel Rens. Geen Joey ah. Veerman. Ja, Veerman, maar Rens is, is trending op Twitter, want uh, ja, de, 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 daar zijn niet alle mensen het over eens dat hij bij die voorselectie zit. Nee, maar Louis van Gaal heeft eigenlijk vanaf het eerste moment laten blijken dat hij heel erg geschermeerd van hem was. Ook toen die jongen in Jonge Ajax speelde. Toen werd hij gewoon uh, opgeroepen voor de, of tenminste niet opgeroepen, maar opgenomen in de voorselectie. Dus dat geeft wel aan dat de bondscoach het in hem ziet zitten. En dat kan hè, dat je een bepaald profiel van een speler zoekt. Ja. Op, op die plek. Ja, en als jij vindt dat hij heel erg geschikt is, dan, uh, dan kan dat. Maar ik vind wel, Rens is dit jaar niet in topvorm. Hij wordt wel weer langzaam iets beter, is nu wel geblesseerd trouwens. Dus ik, ja, het is opmerkelijk, maar ik denk ook niet dat hij meegaat. Maar misschien wel. Niet? Ja, nee. ik denk dat hij wel meegaat, ja. Nou, hij denken, hij, je, goed nou, de, hij is een... goed in de omschakeling, heeft Van Gaal ooit gezegd. Dus hij doet de goede dingen bij balverlies en de goede dingen bij balbezit. Verdedigend misschien sterker dan Vrindpong bijvoorbeeld, denkt Van Gaal dan misschien? Nou, ik denk niet dat hij zozeer verdedigend denkt. Omdat uh, hij komt natuurlijk uh, als wingback uh, komt hij in beeld uh, bij het Nederlands helftal. Niet nee. als een van de drie uh, verdedigers. En ja, dan is het vooral, uh, ja, wat, wat Van Gaal zegt, uh, belangrijk is dan... Uh, wat doe je als we de bal verliezen en wat doe je als we de bal winnen? Doe je dan de goede ja. dingen. En dat zal hij waarschijnlijk wel doen. Ik moet wel zeggen: de laatste wedstrijd dat hij fit was, toen maakte hij wel een redelijke indruk. Werd hij wel weer wat beter? De, want de oude range die we kennen van 2021 was dat. Of zou wel een hele tijd verleden? Ja, Met Frank was het, maar... de Boer, hè, dat vond ik onterecht dat die hem toen niet selecteerde. Want toen speelde hij echt geweldig. Ja, uh... Dat ja. was het jaar dat Mascawi bijna het hele seizoen uh, geblesseerd. Ja. En toen deed hij het echt heel goed. Toen deed hij het goed. Hoeveel uitgespeelde kans had PSV nou uh, tegen Arsenal? Nee, dat, uh, eentje volgens mij. Maar ja, die, die speelden ze niet uit. Nee, dus het had een uitgespeelde kans kunnen worden. Ja, maar liep je doelt op die. Op die bal van Teese, op Luc de Jong, of niet? Ja, ja. Maar liep Luc ja. de Jong niet buitenspel? Ja, dat kwam wel, maar dat, dat had wel een, een kans. Had een, ja, dat, een mogelijkheid een kans tot een, een, mogelijkheid ja, als tot een kans. als hij buitenspel liep, dan was het geen... Ja, het was wel een kans geworden, maar was hij teruggeloot. Ja, 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 ja oké. Okay, maar de kans is het dan wel. Dank je wel. Maar, maar, maar jij ja, 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 mag ook wel... Nee, jij We hebben geen water meer. Nee, nee, dat klopt. Ja, ik drink je, heel veel water. Dat is je, een beetje een tik van mij. Ja, let veel meer. Maar jij wil natuurlijk zeggen dat ze geen enkele uitgespeelde kans hebben gehad. Nee, eigenlijk niet. Nee, maar het... Hoe heet dat? Ik kreeg vanochtend kreeg ik van iemand een lijstje doorgestuurd. Over de. Uh, over Cody Gakpo. En daar. Uh, ja. Is het ook voornamelijk 0-0-0. Nul schoten. Nul gecreëerde kansen. Nul balcontact in de 16 van Arsenal. Nul dribbels. Nul voorzetten. Bloedvorm was hij, hè? Die was in bloedvorm, ja. Ja. Maar het is wel heel raar dat hij weer niet thuisgeeft. Eh, en dan uh, roept iedereen ja. Hij werd ook niet goed aangespeeld. En. Uh, Team draaide ook niet, en vind je het gek, want ze, ze kwamen er eigenlijk niet aan te pas. Maar ja, Xavi Simons, die weet in zo'n wedstrijd dan ineens toch wel. Ja, zich te manifesteren. En want iedereen had het uiteindelijk over Xavi Simons. Ja, die en die werd, niet... goed, die werd goed aangespeeld. Ja, de, dus het ligt ook aan de speler zelf natuurlijk, of die wel of niet in de kijker speelde. Maar ja, tegen Rangers lukte het niet, nu ook weer niet. Terwijl vooraf aan deze wedstrijd uh, alle verhalen bijna over Ruja van Nistelrooy 1 en 2 Cody Gak pogingen, omdat natuurlijk die. Leeds United had natuurlijk al een vliegtuig klaar staan. Hij was in beeld bij Manchester United. En ja, natuurlijk geweldige cijfers kan hij overleggen. Want volgens mij is hij met goals en assist. Haaland en niveau. Ja, een ja, niveau Haaland. Dus ja, er kwam wel wat aan daar uh, ja. in, dat, uh, in dat stadion. Maar ja, hij wees het toch weer niet waar te maken. Ja, het snuiven vind ik wel voor die jongen. Want het is een geweldige voetballer. Hij heeft inderdaad een, een supergeek uh, achter de rug. Alleen dit zijn wel de wedstrijden waarop de Engelse topclubs bepalen of ze 30, 40 of 100 miljoen voor je ja. betalen. En hij gaf gewoon weer niet thuis. Nee. nee. En het was je... niet eens de sterkste Arsenal waar je dan tegen speelt. Nee, hebt. maar dan moet je je wel afvragen: van als je elke keer, keer op keer in die grote wedstrijden niet thuisgeeft, is het dan iets mentaals? Is het iets. Ja, maar dat is toch wel een dingetje waar ook een grote clubs zich mee bezighouden. Ja, Wie heeft die Eudergaard ja. eigenlijk in, in Nederland? Af. In Nederland had hij er ook wel last van, hè? Maar ik moet wel zeggen, de bekerfinale die beslissen, die en hij was ook heel belangrijk voor die wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. Nee, ik wou zeggen, je had die Eudergaard toch wel graag een, een jaartje of twee in de Eredivisie willen hebben. Hè? Ja, 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 dat was, ja, was, Ajax hij, zat hem hij hij kunnen oppakken. Ja, nee, precies. Maar dat ajax die had. lag hij voor. Ja, oprapen is misschien een grote. Ja, maar die was uiteindelijk te duur. En toen hebben ze dat toch niet gedaan. Of hij was wel te huren en niet te kopen. Hij wilde wel. Ja, hij wilde wel. Ja, doodzonde. Ja, zonde. Die hebben we gisteren natuurlijk ook bijna niet gezien. Nee, maar toen hij erin kwam, ging het dan weer even. Een paar makkelijke balbehandelingen. Even op PSV, ik weet niet of jij erop wilde gaan. Wat ik wel vind, ik heb dan ook gezien. En ik denk dat PSV uiteindelijk met een 1-0-nederlaag. met een redelijk goed gevoel van het veld afstapt. Want het had natuurlijk ook veel slechter ja. kunnen aflopen. op het moment dat Arsenal echt gas geeft. Ja. ja. PSV is echt een beetje gespaard. Maar ik denk dat ze hier toch wel. Een, ja, met een heel goede moraal van het, van het veld afstap. Ja, Ramaljo, Benitez. Dus het zakt allemaal niet door het ijs. Nee, Benitez vond ik erg goed. Waar dat Zou... natuurlijk in de Champions League voorronde wel gebeurde. Ja, maar maar Benitez, die krijgt honderd ballen. Ja, en dan kun je het natuurlijk heel snel en makkelijk uh, onderscheiden. Maar het, het gaat om de uh, keepers van PSV, Ajax, uh, Feyenoord. Het gaat om die drie ballen of die twee ballen die je krijgt. En ja. dan moet je je onderscheiden. Ja, en uiteindelijk uh, laat hij er ook wel één uh, door ja wat is, Volgens mij is RKC de enige ploeg die niet heeft weten te scoren tegen, tegen PSV. En de nee. rest scoort gewoon uh, allemaal, ook met Benitez op de goal. Dus, ja maar wel leuk, dat, want Xavi Simons zit dus in die voorselectie. Uh, uh, jij zei al in de video die we net opnamen... dat het, dat het, ja, het zou fris zijn, het zou leuk zijn als hij uh, meegaat naar uh, Qatar. Ja, nog even op die wedstrijd tegen Arsenal terugkomen. Ja? Dit is eigenlijk het slechtste wat PSV kon overkomen. Je hoopt natuurlijk als PSV-leiding... dat Cody Gakpo de pannen van het dak speelt. Ja. Kijk, in het hele slechte geval zegt Paris Saint-Germain... Van Xavi koop je eigen contract even af voor 10 miljoen. En verkoopt Parijs voor, hem uh, voor 40 miljoen. Ja, maar zover is hij toch ook nog niet, denk ik? Ja, ik of heeft denk... Hij al die zit hij al zover in zijn... Uh... Hij, hij heeft vorig jaar niet heel veel gespeeld in Parijs. Maar natuurlijk wel met de allergrootste sterren ja. getraind. En ik, ik denk dat hij verder is dan iedereen denkt. Want ik vind het echt een geweldige speler. Ja. Alleen als PSV-leiding hoop je natuurlijk dat... uiteindelijk Cody Gakpo voor 60, 70, 80 miljoen weggaat. Ja. En met een beetje pech... Koopt hij nu zijn eigen contract af? Kan hij dan, dan naar elke club Xavi, of alleen naar Paris Saint-Germain? Simons. Dan kan hij alleen naar Paris dus, Saint-Germain. Dus als een andere club hem zou willen kopen, moet ze wel het volle pond betalen. Dat denk ja, ik wel. Ja, dan haalt Paris Saint-Germain hem. En die verkopen hem toch door, wat jij schets Ja, En, en uh, als, of al, verhuren hem voor een jaar. Kijk, als. Dus, als mm, even, ja. even advocaat van de duivel. Stel je voor dat Paris Saint-Germain zegt: Xavi, koop je eigen contract af. Wij kopen je terug voor 10 miljoen, 11 miljoen, 12 miljoen, wat het ook mag zijn. En dan verkopen we je voor 30, 40, 50 aan Engeland. Een deel van de opbrengst is voor jou. Ja. 50, 60. Ja. Dus ja. PSV kan daardoor in een heel vervelend spagaat komen. Ja. Alleen ik denk dat die jongen misschien niet zo, denkt, niet zo slecht denkt als, als wij denken. Ja, maar het zou naïef te, om te veronderstellen dat dat niet mogelijk nee, zou zijn. En als er heel veel geld bij komt kijken, hij heeft een zaakwaarnemer. Ja, wie is zijn zaakwaarnemer? Weet je dat toevallig of niet? Volgens mij was Mino Raiola zijn zaakwaarnemer. Okay. Dus ik denk dat hij bij het kantoor van, van Mino, dat hij bij José Fortes-Gadrique is. ja. Oké, okay, oké. Okay, nou. ja. hey, en P2 heeft mijn tweede, want die viel echt heel goed in de weken. Ja, ja. En die heeft ook nog een Engels paspoort. Dus ja. kijk, die kan dadelijk nog wel eens meer op gaan leveren dan uh, Cody Gakpo. Als dat, uh... het, het is aanvallend als, als iedereen fit is: met Luc de Jong, Ma Xavier Simons, ja. Cody Gakpo, Veerman natuurlijk ook, uh, zeker in de Eredivisie heb je wel ja. een uh, zeer aantrekkelijk elftal aan, ja. natuurlijk. Ja. Zelfs een elftal dat je, waarmee je op de helft van de tegenstander uh, ja. uit de voeten kan. Vata ja, zegt misschien, maar ik, ik denk echt gewoon dat het zo is... dat Madueke op dit moment meer waard is dan uh, Cody Gakpo. Omdat je ook met die homegrown uh, regel te maken hebt. Mm -hmm. Zelf, zelf opgeleid of Engelse spelers in je selectie moet hebben. Ik denk dat de clubs in Engeland eerder nu staan... Uh, Staan te trappelen vanwege Madoen, ja. dan, dan voor Gakpo. Ja, maar die is een keer zeer blessuregevoelige gebleken. Dus uh, dat is wel een. Oh, je bent het niet mee, mee. Nee, wel. Maar hij is wel, ja. heeft wel veel blessures gehad al op Jonker. Uh, ah, Ik zat even te denken, uh, Mike, want uh, wij hebben natuurlijk een kledingsponsor. hè? Salando, oh nee. <laughs> maar weet je wie dus ook echt aan het caschen is uh, met een uh, kledingsponsor? Dat is uh, Jasper Sillissen. Niet meegekregen. Een giraf werd nee. uh, opgericht te zien als kledingmerk voor in eerste instantie lange mannen. En er staat hier merk giraf. giraf met een V, Maar dat is ook kleding voor grote mensen. En uh, grote mensen, lange mensen. Wat, wat kijk je nou mij, ja. Het leuke van onze samenwerking is dat Jasper al zo lang klant en oprecht fan van giraf is. Hij is no-nonsense, maar ondertussen zeer ambitieus. En dat zijn wij als merk ook. Dat is toch mooi? Vind ik ja. mooi. Leuk. Ja, nou, hij, dus steekt, hij steekt wel zijn nek uit, Jasper. Nou. Ja, dat wou ik maar even zeggen. Oh, jongens, nou ja, eigenlijk is het tijd om James Lasser tussen te gooien. Maar we hebben niet zo heel veel buitenlands voetbalnieuws te bespreken. We kunnen hem er wel even in gooien om even Frenkie de Jong kort even aan te raken. Dat doen we toch elke podcast weer. Hey, jongens. Zitten jullie nou allebei giraf? Zit je te kijken naar giraf? Nee, ik, ik zit te kijken wat ik uh, nog wil uh, zeggen. Oh, nou. Silis is 1,85. Ja, dan ja. Ben je, kom je na, maar kijk voor jij, ik zou ja, die man misschien van een giraffe kunnen uh, dragen. Misschien is Silas uh, gewoon 1,30 meter en heeft hij gewoon 55 centimeter nek. Ja, nee. Zo, zou jij, als jij een lange man bent en je ziet Silas in die girafkleding, dan denk je nou, ga ik toch maar even dan naar de winkel. Ja, ga, ga ik ook dragen. Ga ik ja. toch naar de winkel? Ja, maar ik, ik ben dan net zo ambitieus, ambitieus als uh, Ja, handschoenactie, ja. Net zo ambitieus als je giraf. Het gaat niet om de lengte, het gaat om de ambities die je hebt. Dus, <laughs> ja. hè? Vandaar. Uitstekend zeg. Nou ja, Frenkie de Jong kunnen we kort over zijn. Die doet het fantastisch, hè. Laatste wedstrijd in ieder geval tegen Villarreal. Ja. 95% balaccuratie. Ja, <laughs> hoe begint hij weer In dus de as van het middenveld. Zijn. Nicolas Moisander had altijd 98%. Jonas Vogel. Oh, heette die ook alweer? Jonas jo Vogel. Johan. Johan Vogel. Jonas Golka. Ja. 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 Oh ja. ja. Maar ik vond het wel weer typerend hoe uh, Frenkie de Jong... op een, de enige vraag die altijd gesteld wordt van... Uh, Vind je het lekker om op je eigen plaats te kunnen spelen? Ja, en dan roept Frenkie de Jong. Ja, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar ik kom te spelen. Ik speel overal wel lekker. Terwijl ik denk, de plaats waar die nu speelde, dat is de positie van Busquets, waarin hij gewoon het eerste aanspeelpunt vanuit de verdediging en de alle aanvallen opzet. Ja, dat is gewoon zijn ideale situatie. En ja. dan mag hij ook best wel eens... Uh, uh, nou, als hij het zelf niet onderkent, dan vind ik het gewoon een zwakte bot. Dan vraag je wel uh, af, ja, heb je dan verstand van voetbal? Dan mag ik uh, best zeggen, want er zijn maar weinig mensen die dat betwisten... Als mij betreft. De, en, mensen denken dat jij wel verstand van voetbal. hebt. Nee, heb ja. geen verstand van voetbal. Okay. Alfred Schreuder die riep het vorige week volgens mij ook nog. Maar, ja, um, dat je eens een keer je trainingspapieren ja, moest halen. Ja. Nee, maar, maar dan zou Frenkie de Jong uh, al lang uh, waarschijnlijk in de basis hebben gestaan bij uh, Barcelona. Dus hij mag best wel wat meer van zich afbijten en zeggen van dat hij die rol wil uh, vertolken. Ook als die trainers het nou, een keertje niet mee eens zijn. Nee. Uh, want we zien bij het Nederlands zelf al, zien we hem vaak veel beter spelen dan uh, bij Barcelona. Omdat hij daar wel precies wordt. Gebruikt uh, op zijn uh, sterke. Ja, punten. ze is al 34 inmiddels. dus dan komt die basisplaats. natuurlijk toch ja. sowieso ja, wel uh, de hele verbreken? Wat maar, is er? Marieke? Stuur hebben jullie al een idee rond welk tijdstip jullie maandag kunnen opnemen? Geen idee. Jij, nou, dit lijkt een beetje. Waar de ooit een chef ja, Zochtens tijdens het ontbijt bij buitenlandse trips, grote toernooien. Ja, riep, wat doen we vanavond met eten? En zo voelt dit ook een beetje voor het ontbijt. hè? ja, <laughs> is is een anekdote, of, of, of als hij met zo'n <laughs> bord. Ongeveer helemaal volgeladen liep. Van, oh ja. Wat doen we vanavond met eten? Ja. Dus uh, wat doen we? Maar dan we? had jij nog geen idee wat je vanavond met eten ging. Want jij was je gefocust op het werk. Ja, ik was gefocust en ik wist ook niet uh, welke restaurants allemaal een Michelin-nominatie hadden. Oh. <laughs> ja. ja, maar, maar... Ja, ik, ik krijg ook. Ik ben natuurlijk chef voetbal, word ik genoemd. Maar ik ben gewoon een normale voetbalverslaggever. Ja. Alleen doe ik de coördinatie. Mm -hmm. Ik krijg vrijdag, vrijdag ook vaak van mensen te horen van hoeveel kan ik maken voor zondagavond. Die ja. denken allemaal dat ik op vrijdagavond al weet hoe de wedstrijd verloopt. Nou, jij weet het maar, op zondagavond niet eens. Maar, of ik, ik weet het op zo zondagavond niet eens. En dan krijgen we, ja, eh, eh, dat mensen dat ja, ik Hoeveel dat woorden dat heb je dan? Nee, ik vraag dat nooit. Ik oh. vraag het altijd op zondag. Ja. ja, dus. Maar qua eten heb je dan specifieke wensen? Vaak al ochtends dus Denk nou, vanavond pasta zou wel lekker zijn. Nee, niet als ik zo'n al, ontbijt. Uh, maar het is, toch gewoon, het is toch gewoon sushi of pizza? Nee, is in een of andere shoppingmall met airconditioning. Veel meer wensen hebben jullie toch niet? Het is niet dat oh, jullie naar romantisch... Is het niet zo zei je dat ook? Nee, wij waren is het niet zo, toch? Hè? Heb jij wel eens in je eentje een sushiboot voor zes personen leeggegeten? Nou, ik heb wel een keer. Toen met het, was het maar weken voetbal ook, ja. of in Rio de Janeiro of het uh, olympische spelen heel vaak sushi gegeten, ja. Ja. Voor die grote maar, sushi -boten. Iemand die één boot leeg eet en dan uh, bij de tweede ook nog even aanschuift. En dat is. Dus... Nee, nee, kan ik dat niet <laughs> Nee, nee, nee. nee. Nee, ik ga geen namen noemen. Nee. Alleen, we deden meestal aan het einde van de avond uh, split bill. Yeah. Maar daar zijn we wel van afgestapt toen iemand ongeveer anderhalve uh, boot voor zes personen leeg, ja. leeg had. Ja. Ja, ja. jongens, ik, ik probeer dit allemaal een beetje te laten bezinken. Je zit ook aan dat WK voetbal in Qatar te denken hoe dat dan gaat. Maar in, nee, in ieder nee, geval niet. Zocht dus vroeg vragen we, wat je wil eten s'avonds. Nou een goede vraag. Hebben ze sushi in Qatar? Nou, vast wel. Ja, ja dat denk ik wel. Lekker. Dat denk ik wel. Nou, in ieder geval is er een sauna aan ons hotel. Dus zoveel is wel weer, uh, is wel weer duidelijk. Ja, wordt zweet. We hadden het over uh, Frenkie de Jong. Dan, dan belanden we nu uh, bij uh, de aanvoerders, of in ieder geval de One Love Band. Mike, die. Uh, Doezan Tadic, waarvan jij dat boek hebt liggen. Uh, mm -hmm. Ik zie hem daar ook met zijn mooie Ajax aanvoerdersband met uh, ja, de drie was, Amsterdamse kruizen. Dit was niet in het One Love weekend. En ook nee. niet in het weekend vlak voor het WK. Maar het feit dat uh, hij twee aanvoerdersbanden droeg. En de ene leek een beetje over de andere. En daarmee werd gesuggereerd op social media: van ja, hij wil eigenlijk zijn nou, One Love band bedekken. Er zijn twee dingen. Ik heb het een beetje proberen na te vragen. Doezan is. Altijd niet gespeeld, een echte Amsterdammer geworden. En hij vindt die band vindt hij gigantisch veel waard. Dat vinden we gelul. Dat is gelul, oké, okay, hoor ik net. Maar het andere is dat hij in Servië ook best wel in de problemen is gekomen. Zoals Kasja in Georgië in de ja. problemen is gekomen door het dragen van die de vorige keer. Maar Tadic vindt wel, ook omdat Ajax de normen en waarden heeft. En die uitdraagt van, dit hoort, dit hoort erbij, dit ja. moet. Hij draagt hem wel, terwijl hij ook had kunnen zeggen, net zoals Kuxu, van Delia, ja. jij bent even voor één keer aanvoerder. Ja. Alleen Ajax heeft heel duidelijk gesteld, jij bent onze aanvoerder en je draagt die band. Of het dan handig is om er een andere band boven te doen, ik denk het niet. Maar dat is misschien dan toch een beetje om aan te geven: van oké, okay, ik moest dit ook in Servië te kunnen uitleggen. Ik moest dit doen. Maar kijk, ik heb ook die Amsterdamse band gedragen. Ja, het, het probleem wat, wat ik er gewoon mee heb, is uh, je hebt een regenboogband en je hebt een one love armband ja. of uh, uh, aanvoerdersband. En die regenboogband die staat echt voor uh, acceptatie uh, van die LHBTI uh, mm -hmm. plus Q. Q, uh, gemeenschap. Maar deze one love band, uh, die stelt veel meer voor, en volgens mij heb ik dat vorige week ook of afgelopen maandag ook gezegd. Het, gaat, het is ook een band tegen racisme en discriminatie. Nou kijk, je kan mij niet verkopen dat je in de problemen komt in een land. dat je tegen racisme bent en tegen discriminatie He, Dat hoort er ook bij. En wie uh, horen vaak van. Uh, horen vaak van onder andere van uh, mensen die. Uh, aangesloten zijn uh, bij de islam, bijvoorbeeld. dat ze gediscrimineerd worden. Uh, dat, er, uh, dat ze worden uitgesloten. Nou, en dan denk ik van ja, dan moet je juist die band dragen. Ja. En nu. He, uh, gaat iedereen wijkt voor uh, de mening van uh, Kuxiu en, de, en uh, de aanvoerder van Excelsior, die het niet, die het niet willen dragen, en uh, Tadit zie het maar half draagt. Ja, dan denk je, ja, dan ben je echt op de verkeerde weg. Maar um, het staat voor meer dan alleen de LHBTIQ gemeenschap maar het is natuurlijk wel een band Posh. met. Uh, de, die, die regenboogkleuren, waardoor je natuurlijk toch wel meer... Ja, die niet alle regenboogkleuren nee. zitten er ook in. Maar, maar, nee. ik heb, maar mensen hebben misschien wel iets meer de associatie met uh, de de LBTIQ+, uh, ah, dan de, met, met racisme ah, en discriminatie. Nou, da daarom zou het heel goed zijn als bijvoorbeeld de KNVB... Uh, een bepaalde voorlichtingscampagne eraan vastplakt. Dat en, en dat er, die, ja, voorlichten, maar... die spelers ook worden voorgelicht over wat ze nu werkelijk dragen. He? Ja, want ze hebben door de toch dat, gekomen, die hele actie. Maar dat heeft de KVB de vorige keer, ja, volgens mij wel. Maar dat heeft de KVB de vorige keer geprobeerd. Want toen opeens zag je in allerlei praatprogramma's mensen hele moeilijke verklaringen van de KVB voorlezen. Wat, waar die band nou echt voor stond. Helene Hendricks deed dat, nou, ik zag het op nog, nog andere plekken. Maar de KVB faalt gewoon enorm. Dat je deze actie nu terug, terugtrekt, nou, dan ben je als sportbond echt totaal ja. geen knip voor de neus waard. Want dan laat je dus echt een heleboel mensen gigantisch vallen omdat twee aanvoerders weigeren die band te dragen. Ja, ik, ik vind het echt ongehoord. Ja, nou, en de, de KVB moet dan ook maar stoppen met die commissie mijnals als met alle andere dingen waar ze voor gelijkheid staan en tegen discriminatie zijn. Want als je zo'n ruggengraat hebt als KVB, stop er maar mee, want het gaat echt helemaal neer. Zo. Maar zeker de directeur Marianne Verleeuwen, die hier altijd een hele grote mond uh, over heeft uh, gehad. En uh, ja, dit was haar dossier. Dus ja, diversiteit, racisme. Dan denk ik ook van: ja, dat, dat is het paard achter de wagen spannen op het moment dat je hier aan toegeeft. Ja. Eh, het argument is natuurlijk dat maar, maar het dan ik... alleen maar over de commotie gaat en niet meer over. Nou, oh, goed. Ja, ja. Maar, maar dan kies je dus voor om te buigen voor een hele kleine minderheid. Van laten we het dan maar niet meer doen, want oeh, er komt commotie. Ja. Nee, dat je, moet, je ja. moet gewoon staan waar je voor ja, maar staat. De, maar die commotie, door die commotie komt het toch ook weer ter sprake, allemaal. Mm -hmm. Over de inhoud komt dan toch ook weer ter sprake. Ja. He, we, ja. Niemand wist dat het ook voor bijvoorbeeld of bijna niemand dat het voor uh, discriminatie, en racisme stond. Nou, dat is nu allemaal. ...wel weer naar buiten gekomen. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om het wel te doen. Maar... Wel opvallend die twee uh, keer dan kort achter elkaar. Ja, en, en nu is er geen commotie, dat scheelt. Nee. Ja, natuurlijk. En de, ja. De, 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 de kijker die ziet jouw uh, jou ja. hierbij. Nee, maar dat, dat is toch onzin? Ja, dat, Vanwege nee, echt... de commotie laten we het maar niet meer doen. Terwijl je weet, als je deze beslissing neemt van we draaien terug... ...dan komt er ook commotie. Dus je moet ja. gewoon staan waar je voor staat. Ja. En kennelijk ja. staat de KNVB dus niet voor de homorechten... ...of de nou, LHBTQI-rechten. LH, uh, de, de, tegen discriminatie, tegen racisme. Want ze trekken het gewoon terug. Ze trekken gewoon die band terug. En ze doen die actie niet. Dan denk ik van kom op. He. Nee, en maar, sl waar, waar. Slot heeft Kukje gewoon weer aanvoerder uh, gemaakt... Hè, bij de, de volgende wedstrijd van Feyenoord. Maar wat zei hij daarbij? Nou, dan moet ik even... Ik heb het net inderdaad gelezen voor deze uitzending. Uh, maar dat hij uh, zeer religieus hij is wilde, opgegroeid. En hij wilde en, geen uithangbord zijn. En, hij wilde, en daar heeft Slot dan wel... Uh, dus hij wil vorm. geen uithangbord zijn tegen discriminatie, tegen racisme. Ja, hij voelt zich daar niet prettig bij om die band te dragen. Omdat hij dat uithangbord niet wil zijn, inderdaad. Nee, maar hij is de aanvoerder van Feyenoord. Dus hij is het uithangbord van Feyenoord. En als hij daar zich niet lekker bij voelt... Ja, dan moet je hem de aanvoerdersband gewoon afnemen. Maar hij voelt zich dus niet lekker om het uithangbord te zijn. Eh? Dan haal ik even die regenboogkleuren weg... van tegen discriminatie en tegen racisme. Prima. Feyenoord vindt dat ook nog goed. Arnde Slot vindt dat goed. Prima, jongens. Dan, dan schieten we lekker veel mee op ja. met dit gedrag. Maar, maar de, Feyenoord heeft natuurlijk gewoon een enorme fout gemaakt. Als jij vindt dat Kuxu in het kader van zijn ontwikkeling, als waardering voordat hij nog een jaar is gebleven, aanvoerder moet worden, dan ga je met Kuxu om tafel zitten en zeg je van jij kan onze aanvoerder worden, maar er hoort dit bij. Je geeft de scheidsrechter een handje. Mm. Die gooit een muntje omhoog en dan mag je nog zeggen of het kop of munt wordt ook. En... Als er bepaalde acties zijn, je gaat de kind naar de sponsoren... maar dit is een van de acties, wil je dat niet? Nou, dan geven we die band een Trouwner ja. of aan, aan wie dan ook. Het zou wat zijn dat ik solliciteer bij de sportredactie. Mm -hmm. En tegen Vaarten zeg van, ik wil graag bij je komen werken... maar uh, liever geen voetbal. En ja, dan zegt Vaarten, ja, leuk, maar dan wordt het hem gewoon niet. En dat had Feyenoord natuurlijk ook gewoon tegen Kuksen moeten zeggen. Ja, nou, ik zit even aan die vergelijking uh, te denken... Nou ja, als we gaan het tijdens. Net hebt... een, ik krijg net een mailtje. Dan ja, kan ik gewoon niet onderuit. Dat is zo de Warner van de Kolk. Laatst heb ik de podcast zitten luisteren en begrepen dat ik gewonnen heb. Het was nog niet eens mijn beste imitatie van oh? Erik Ten Hag. Ik heb het snel opgenomen. Kunnen we er niet een item van maken? Dan bel ik als Erik Ten Hag in. Nou ja, wij willen best, ja, het kan technisch niet hier, maar we willen best een keer met Warner bellen. Dat is hartstikke leuk. Hey, het lijkt me hartstikke leuk. Eén tip mag ik geven, oh. Warner. Blijf met beide benen op de grond staan. Ja, Warner, eh, dit is zo niet de bedoeling. Ja, maar we nodigen ook 13 jaren uit om hier een beetje onzin te roepen. Nee, maar als wij in het. Vorige team... week. Ja, ja, God, ja die, was, die zat hier gewoon, die stagiair. Ja, dan geef je hem toch maar een beetje, eh, beetje aandacht. Een beetje airtime. Maar um, Warner kan dan wel mee de theaters in. Toch? Ja, in van ik ars ars van, bedoel, dat, dat zou dat, Misschien dat Warner een keer. Dan ja, had hij op de avond. Heb jij ja, Hein al die pet gestuurd naar Warner van de Kolk? Oh, Warner, ja, of ja, je even je adres kunt nou, sturen dus naar... Niet, pod... want Anders gaat, uh, eh, wordt hij bestormd daar. Uh. Podcast.telegraaf.nl, daar kan het adres ja, van, uh, van, van Warner van, van, van der de de Kolk naartoe. Adres, denk ik. Nee, maar... Is het een bekende van jou, is het je buurman of zo? Ah, het is zo opvallend, hij komt uit Den Haag. Oh? Maar wanneer, ja, ik je, waar ik je want. krijgt die pet alleen als je het adres inspreekt, als Erik ten Hag. ja, en dat opstuurt. Maar goed, het is dus in een middelvinger van de KNVB naar ja, uh, mensen uh, van ja, met een homoseksuele achtergrond of met uh, mensen in minderheden, zeg maar. Weet je wat nou het sneu is? Michael van Praag zette zich hier heel erg voor in, en in feite geeft Marianne van Leeuwen Michael van Praag ook een gigantische schop voor zijn schenen. Ja, ja, als ze daar de, de baan aan te danken heeft, ja. aan Michael. Oh, ja. Bij de KNVB. Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, ik... Hetzelfde geldt wel een beetje hè, voor uh, onze uh, regering. En uh, misschien zelfs voor de koning, die gewoon naar Qatar gaat, natuurlijk. Nou, het is, is nog niet, aller... niet gezegd dat de koning naar Qatar nee, gaat. Nee, zeg ik, ik zeg ook niet dat hij al gaat. Maar uh, dus ja, de, en die hebben er ook uh, maling aan. Die, ten eerste ligt daar een uitspraak van, uh, van de Kamer, hè, die het uh, afwijzen om daarheen te gaan. Nou, die leggen ze naast zich neer. Dat kan. Dat kan. Uh, en vervolgens, uh, ja, het gaat natuurlijk maar om één ding en dat is op uh, vloeibaar gas. Ja. Om het veilig te stellen. Nou, ik denk dat de koning vooral aan, aan de WK-titel denkt, denk ik. Ja, die ja. wil gewoon heel erg ja. op die tribune zit in de halve finale. Ja. Of de finale. Ja, met een oranje pruik op, maar, uh, <laughs> maar nee, dus ja, 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 wat, ja, dat wat dat betreft... Misschien zit hij op soesie soesie die die, Ja, we hebben het wel zo over principes, maar ja, niemand die, uh, die zich erna gedraagt op het moment dat er... Uh, dat er geld in het spel is, of in dit geval uh, olie ja, of gas. Ja, 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 nee, dat is ook zo. Jongens, we gaan. En, uh, voor ons is het. We hebben natuurlijk ook wel een beetje een bord voor mijn kop. Want als ik dadelijk 3 uh, euro uh, bij de pomp moet betalen voor een uh, liter benzine. Mm -hmm. dan denk ik ook van. nou, uh, Robiette, ga alsjeblieft op die tribune zitten bij dat Qatar. Want uh, dan betaal ik misschien 1,50. Ja, 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 dus jij wil jij echt dat Robjetten daar gaat onderhandelen. Het ja, gaat over energie. Dus ja, laat ja. Robjetten dan maar uh, de dan, dan oefenen als Kaag dadelijk uh, minister-president is. Ja, oh, ja, 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 ja. Maar maar nee, de, ja de, de, de vorige keer dat hij naar een moslimland ging, toen had hij toch twee, twee vriendinnen meegenomen, Robjetten. Toen ging je toch ook niet meer. We hebben het weer over politiek. Dan weet ik niet meer helemaal hoe dat nou precies zat. dat maar eens op. Ik zoek het eens op. Ja, helemaal goed. Hoe gaat het met... Ik regel jij voor maandag drie one love armbanden. Dan gaan wij in de top. Nou ja, ik wil heel graag met een one love armband zitten. Maar ik kan ze... Ja, kan jij ze regelen? Nee, Hein, denk ik. Oké, vraag vragen we aan producer Hein of hij dat ook even wil regelen. We gaan rustig richting een afronding. Ja, Cocu gaat lekker bij Vitesse. Uitgeschakeld tegen de Kozakke Boys. RKC ook verloren van de treffers. Is wel heel pijnlijk, hè? Ja. Altijd die, die ja, de 2. Uh, Schreuder die uh, gaf uh, Jozef Oosting, de trainer van uh, RKC, net een paar veren in zijn achterste. Ja, maar goed bezig, RKC. Ja, nou, dat hebben we gezien in de beker. Nou, ja. ja, nog twee. Ah, dat was wel voornamelijk het tweede elftal. Nog twee vragen die binnen zijn uh, gekomen: um, Huntelaar was in Brazilië met scout uh, Michel Duisburg. Ja, en, Voor wie? en met de oud-ploeggenoot van hem, uh, met Naldo. En ja, ze hebben daar een uh, aantal wedstrijden bezocht. Ik denk dat Ajax toch heel erg op zoek is naar uh, nog een paar goede spelers voor, uh, voor komende winterstop. Maar, er zijn nog geen maar misschien namen. is het ook wel breder oriënteren. Nee, dat, dat niet. Ik vind het wel heel erg raar. Ajax heeft ook een hele goede relatie met Bertolucci. De, een beetje de Mino Rayola, de van, uh, van, van Brazilië. Dus dat ze daar nu opeens met een andere, uh, andere iemand naartoe gaan, dat, uh, dat verbaast me wel. Omdat je vaak zulke contacten wel heel goed warm moet houden. Om hele goede spelers te krijgen. Ja en uh, ja, ik vind ja. het wel normaal natuurlijk. Je moet gewoon uh, als Ajax moet je niet afhankelijk zijn van één man. Huh? Maar nee, Als, als, als een, een, van één scout, je, je moet daar gewoon je eigen beleid voeren. En datzelfde in Europa. En als je dan, uh, dan heb je, uh, soms heb je een zaak waarnemen nodig om achter een telefoonnummer van uh, bijvoorbeeld iemand als Kelvin Bessie te komen. Ja, dan, uh, dan moet je ja. daar gebruik van maken. Maar... Ja, dat had Edwin van der Zart hoor. Ik, ik verdenk het ja. ik en verdenk, ik verdenk ervan dat hij net zo lang wil doorpraten tot hij die voorstelling in de naald gaat missen vanavond. Ja, ja, ga of hij komt en, net op tijd, ja. ook van de naald. We moeten die lachen. En van de Sar Manchester, want dat werd door Chris Woerts geroepen, geloof ik, bij uh, VI. Ja, maar ik wist niet dat we ook allemaal in crypto moesten. Hij heeft zojuist heeft hij, uh, door, of, uh, bijgetekend van de SAR. En misschien staat daar wel een clausule in dat, uh, dat hij naar uh, Manchester United kan. Maar uh, wat wij ervan hoorden was dat hij sowieso uh, tot 2024 bij Ajax wil blijven. Uh, voordat uh, het nieuwe Champions League uh, ja. format wordt ingevoerd. Dus. Ja, oké. Okay. En Bekkers mag sowieso niet het Nederlands te spelen. Hè? Voor de, daar gingen ook allerlei vragen over. Die heeft natuurlijk voor Suriname volgens mij uh, gespeeld. Vijf? Of meer dan vijf is het dan. Ja. Maakt natuurlijk een hele goede indruk daar uh, in Duitsland. Maar uh, dan Ik hebben we dat ook stoppen, nog maar even besproken. Je gaat aan je boeken thai beginnen. Thai 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 is er nog boven. laatste nieuws uh, binnengekomen? Nee, dan gaan we rustig naar een afronding, jongens. Uh, dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.